Vorige week hebben jullie ons gezien met de Mercedes-Benz X-klasse in de crosskuil van Muiden. Vandaag hebben we de GLE Coupé meegenomen. En zo is de X-klasse eigenlijk alle facetten van een SUV of pick-up in dit geval aan kan. Dus ook het off-terrain gedeelte of road gedeelte. Gaat de GLE daar toch wat anders mee, omdat het echt wel een straatauto is. Zoals gezegd zijn we dus op weg met de GLE Coupé. En dat is dus de coupé variant van de GLE. En de GLE SUV, dat is de opvolger van de M-klasse. En de M-klasse, dat is u misschien beter bekend. Dat is een van onze grotere Jeep-types, SUV's. De Mercedes-Benz heeft dus 2 jaar terug alle benamingen veranderd van de SUV's. Dus in plaats van M-klasse hebben we nu GLE. En GL staat dus voor terreinwaardige. En de laatste letter van die benaming is dan de aanduiding in welk segment die valt. Oftewel naar welke hatchback of sedanbroer die verwijst. Dus we hebben een GLA, een GLC, een GLE en een GLS. En van de GLC en de GLE hebben we dus ook de coupé variant. Ik denk wel het meest besproken design van een auto van de afgelopen jaren. De GLE coupé, of in ieder geval de SUV's coupé. Met een van onze concurrenten, die kwam er als eerst mee. De X6. En daar kon je wel duidelijk aan merken dat heel veel mensen hem of heel mooi vonden, of juist precies het tegenovergestelde, helemaal niet mooi. Het is een heel uitgesproken exterieur. Dus hij valt ook enorm op. En dat komt ook wel door die afmetingen, want het is een auto van om en bij de 5 meter en enorm breed. Het is de breedste auto die we in ons gamma hebben. We hebben zelfs de wasstraat moeten aanpassen op zijn breedte. De wielen zijn 3,15 breed tot maximaal 3,25 breed. En moet u nagaan, we rijden nu nog met een beschaafde 3 liter 6-cilinder diesel. Ook in het interieur is eigenlijk de verwantenschap met zijn broer, de GLE SUV, duidelijk te zien. Het dashboard en dergelijke komen toch wel grotendeels overeen. Alleen je ziet toch dat het net even wat sportiever is. En dat komt zeker door dit AMG-pakket wat erop zit. Dan hebben we als extra in de middentunnel nog een mooie draaiknop. Daarmee kan je hem in verschillende modus zetten, de auto. Dus zowel in comfortmodus, individueel modus. Zodat je zelf je mix kan maken van de overgebleven sport, sport plus modus en terrain modus. Er zit dus een heel mooi luchtveringssysteem op. Waarmee je de auto een stuk hoger kan zetten. En dat scheelt echt enorm. Ik denk wel 1 centimeter of 5. En daarmee kan je eigenlijk genoeg bodemruimte creëren om van alles te overwinnen. Maar dan kan je, als je dat je wensen zijn, kan je beter de normale GLE nemen. Op het wegdek is deze wel echt voortreffelijk. Als ik nog terugdenk aan een introductie van de AMG GT, onze sportwagen op het circuit van Estoril. Toen reden de mannen van AMG voor ons met de GLE Coupé in een 63 AMG uitvoering. En wij met de AMG GT's erachteraan op het circuit. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, misschien lag het ook wel aan onze rijcapaciteiten, maar bijhouden was een behoorlijke kunst. We zijn gelijk even uitgestapt om u iets anders moois te demonstreren van de GLE Coupé. Het Air Body Control luchtveringssysteem. De auto staat nu op zijn sportstand, dus eigenlijk zijn laagste stand in de vering. Maar we gaan hem nu in zijn hoogste stand zetten, zodat u kan zien wat is het minimale en wat is het maximale.